Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Vanochtend komt er nog mist of plaatselijk dichte mist voor, vooral in het midden en noorden van het land. In de loop van de ochtend gaat de mist verdwijnen en dan breekt de zon ook geregeld door. Vanuit het westen drijft misschien al een enkele bui het land in, maar de meeste buien die gaan we pas in de loop van de middag en vanavond zien en dan vooral verder land in er kunnen stevige buien weer zijn met kans op onweer en misschien ook wel hagel. Het wordt 13 graden in het noordwesten tot plaatselijke 17 graden in het zuidoosten en er staat weinig wind. Vanavond ook eerst nog een enkele regen- of onweersbui, maar dan wordt het geleidelijk aan weer droog en we het nog even op. In de nacht volgt er vanuit het zuiden weer buien geregen en daar hebben we ook morgenochtend nog mee te maken. Er kan misschien ook een klap onweer bij zitten. In de middag dan trekt de buien geregen weg, maar er ontstaan opnieuw een aantal losse buien, mogelijk opnieuw ook weer met onweer. Het wordt ongeveer 13 graden. In het weekeinde hebben we het putje wat betreft de temperatuur. Op zaterdag en zondag ligt de middagtemperatuur rond de graad of 11. Verder vallen er nog steeds een aantal buien, maar tussendoor schuint ook af en toe de zon. Op maandag is het waarschijnlijk meest droog, bij een graad of 12. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl